Er wordt te weinig toezicht gehouden op de naleving van het 18-plus beleid van loterijhandelaren in Suriname. De voorzitter van de buurorganisatie van Pond Buiten en Omgeving, Jill Sumter, vindt dat de eigenaars van de gokhuizen nauwelijks toezicht houden op wie de gokhuizen allemaal betreden. Hierdoor worden jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan gokspelen. Wat zeer jammer is, want soms heb je natuurlijk dat ouders hun minderjarig kind sturen om snel een top-up te kopen of zo. Maar je hebt ook daadwerkelijk jongeren die gewoon geld sparen of inzetten met de hoop er winst mee te maken. Of weet je, het snel te flippen een 1000 die een 20.000 wordt of een 15.000 wordt of noem maar op. En allereerst denk je van waar komen jongeren met dat geld? Weet je? Want je schrapt het niet zo makkelijk bij elkaar. Aan de andere kant denk je van, wat gaan ze doen met de winsten? Of wat gebeurt als ze dat geld verliezen? Sumter gaf te kennen dat de buurtorganisatie nog niet heeft getracht in te grijpen bij dit probleem, maar dat zij wel een plan heeft uitgezet om binnen een jaar dit probleem op te lossen. Het is wel een issue dat we besproken hebben. Ik weet dat de UN in Suriname ook naar dat probleem gekeken heeft. En niet per se de jongeren die gokken, maar naar het, zeg maar, het Suriwet-probleem overal. Omdat dat ook impact heeft op de economie. Maar zelf zouden we dan echt ook moeten praten met de stakeholders. Misschien met Suriwet, misschien met de eigenaren. Van wat kunnen we allemaal doen? Want de Suriwet eigenaar die is op een hustle, die is ondernemer. Suribet faciliteert de gelegenheid voor zo iemand om te verkopen. Er is vanuit de samenleving een vraag, maar bij ons vooral gaat het echt om die jongeren. Hoe houden wij hun veilig? Maar daarvoor moeten we natuurlijk gesprekken aangaan en ervoor zorgen dat mensen hun belangen ook worden behouden in het geheel. Buurtorganisatie Pond Buiten en Omgeving zal eind november samen met UNICEF en Stichting Projecta jongeren in de buurt informeren over seksueel misbruik en huiselijk geweld.